Ja, Jetze, topcompetitie zit erop. Welk gevoel overheerst nu bij jou? Is dat toch met name teleurstelling dat het niet gelukt is de eindzicht te pakken? Met name kramp, links en rechts. Nee, ja, we hebben het geprobeerd. En het loopt nog goed af. Dat was voor ons als ploeg. En ik heb me gewoon volledig leeg gereden. En dan... Je zegt, we hebben het geprobeerd. Het was toch vooral jijzelf die voor eigen kans zou moeten gaan voor deze eindoverwinning in topcompetitie? Ja, tuurlijk, voor mezelf wel. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste nogmaals is dat wij hier niet met lege handen naar huis gaan. Nou, dat loopt net een sisser af. Hoeveel rekening hield jij zelf met een eventuele kans op een eindoverwinning vandaag? Ja, ja, het is mogelijk. Alles is mogelijk. Maar het hangt er vanaf hoe je concurrentie gaat koersen. En met name Metek heeft de koers gewoon hard gemaakt. En vervolgens Artijs die veel keer ging demareren. Ja, uiteindelijk bleef ik alleen over, dus ook gewoon in de tang. Dus dan achter de Vries aan, dan achter die Zweek kon het gewoon niet meer bolwerken. Want het ging lang goed. Vermeldvoort die zakte door het ijs in de finale. Jij zat toen nog mee voorin. Waar ging het uiteindelijk dan toch verkeerd voor jou? Er reed te veel man weg. Er reed te veel man voor ons om genoeg punten te pakken. Dat met name, ja, oké, nu komt Artijs er dan ook in het klassement nog overheen. Maar ja, moet ik zeggen, als je leeg gereden hebt, wat kun je jezelf dan nog verwijten? Dan is het zo. Het seizoen zit voor jou nu bijna erop. Wat is nu het plan? Dat weet ik nog niet. Eerst nog eventjes een paar wedstrijden en dan genieten van mijn rust. Je wil nog geen zekerheid over een ploeg volgend jaar? Nee. Dankjewel.